Hallo! In deze video gaan wij leren hoe wij online kunnen oefenen met ons boek. Dit boek gebruiken we ook in de lessen. Zo gezegd. Neem je boek op pagina 2. Op pagina 2 vind je een heel lange code. Als je naar de website van Pelkmans gaat, dus www.pelkmans.be/zogezegd, dan moet je je eerst gaan inschrijven. Let op, de licentie is 1 jaar geldig, dus je kan 1 jaar oefenen. We gaan naar de website en dan gaan we rechts inloggen. Meld je aan, maar we hebben nog geen account. We gaan eerst een account aanmaken, dus schrijf je in. Kies je profiel leerling, volgende stap. Schrijf jouw gegevens, voornaam, achternaam. Achternaam is jouw familienaam. Tussenvoegsel als je nog een extra naam hebt, maar dat moet niet. Waar je een staart ziet, moet je iets invullen. Geboortedatum. Je geslacht, ben je een man of een vrouw? Jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres. Volgende stap. Schrijf jouw gegevens, land, postcode, gemeente, straat, dat is de naam van je straat, huisnummer. Dan klik je op mijn facturatieadres is gelijk aan bovenstaand adres. Volgende stap. En dan ga je een wachtwoord kiezen. Je moet het wachtwoord 2 keer invullen. Het moet minstens 6 tekens hebben. 6, 7, 8 of meer. Dan klik je hier. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden afronden. Nu gaan we ons inloggen, maar eerst moeten wij nog de activatiecode invoeren. De code vind je op pagina 2 in het boek. Daarna moeten we opnieuw inloggen. En nu kan je je aanmelden, dus meld je aan. Je hebt een e-mailadres ingevuld, dus je gaat eerst je e-mailadres invullen en dan het wachtwoord. Aanmelden. Let op, misschien kan je ook een e-mail krijgen en dan moet je eventjes klikken op dat e-mail. Mijn licenties. Volwassen onderwijs. Nederlands tweede taal. Zo gezegd. Digitaal materiaal. En dan zie je hier de boeken. Wij hebben ons aangemeld voor het boek van Zogezegd 1.1. Maar als je ook andere boeken hebt, bijvoorbeeld van 2.1, dan moet je de activatiecode invoeren en dan kan je het boek ook openen. Wij gaan het boek 1.1 openen. Oefenmateriaal voor de leerling. Klik. Dan heb je 2 keuzes. Methodewebsites of digiboeken. Jullie hebben 2 methodewebsites. We gaan het eventjes openen. Woordentrainer. Hier kan je de woorden oefenen. In deel 1 zijn er 33 woorden. Sorry. In deel 1 zijn er 33 woorden die je kan leren. Klik. Hier kan je ook de taal veranderen bij instellingen. Stem. Wil je een mannen- en een vrouwenstem horen? Of wil je alleen een vrouwelijke stem of een mannelijke stem horen? Dan kan je dat klikken. De taal staat op Engels, maar hier rechts kan je ook andere talen kiezen. Als ik op Turks klik, dan heb ik de woorden ook in het Turks en ik kan ook luisteren naar de uitspraak. Tweede keuze is online oefeningen. Dus als we teruggaan bij methodewebsites, dan kunnen we ook naar online oefeningen gaan. Deel 1. Woordenschat. Welke foto zijn kinderen? A, B, C of D? Kinderen pluralis, dus meer dan 1, dus foto B. Klik en controleren. En zo kan je oefenen. Dan hebben we een digiboek. Een digiboek is eigenlijk het boek digitaal op jouw computer, laptop of tablet. Een digiboek kan je niet op je smartphone openen. Alleen laptop,
tablet of computer. Dit is het boek, dat gebruiken we ook in de klas. Als je hierop klikt, kan je ook luisteren. Ja? Zo. De methode websites kan je wel op je smartphone openen. Alleen het digiboek gaat niet open op je smartphone. Zo. Jullie kunnen mij ook op Instagram volgen. Dit is de naam van mijn Instagram pagina. Jullie kunnen ook vragen stellen of berichten sturen. Dan wens ik jullie allemaal heel veel succes!